Ik laat mijn leerlingen vaak opinieteksten schrijven en dan ben ik eigenlijk toch vaak teleurgesteld door het resultaat. Daarom wil ik vandaag aan de slag gaan samen met mijn collega Nederlands, samen met Bert. En wil ik leerlingen zelf rubrieks laten opstellen. In plaats van dat de leerkracht op voorhand met criteria afkomt en zegt van kijk, we gaan een taak schrijven en dit moet het zijn, dat ze daar zelf zouden toekomen. Maar wat voor ons veel belangrijker is, is niet dat eindproduct van die rubriek, van wat daar nu precies in zat, alleen voor mij toch niet alleszins. Maar wel, we hebben daarover nagedacht. We hebben ons dat eigen gemaakt. Einddoel is op korte termijn die taak, dat ik betere taken krijg en minder moet zuchten en minder denk, oh shit, hoe moet ik dat nu aanpakken? Maar op lange termijn hoop ik inderdaad vooral dat die leerlingen dat inzicht behouden, dat ze volgend jaar, het jaar daarna, dat die een transfer er zit, ah, zo'n strategie kan ik gebruiken. Vorige week zijn Bert en ik samen in de klas, in Zes Humanen, geweest om hun al een voorbereidende oefening te geven op vandaag. Kom binnen en zet de klas in eilandjes zoals dat je gewoon bent. Ze moesten komen tot een opinietekst op basis van één klein element uit de cursus van cultuurwetenschappen. Een derde van een A4 moesten ze vullen met hun eigen opinie. Teksten mogen al boven. Ja. Opinieteksten die dat jullie geschreven hebben, ik kom ze ophalen. Ze waren met Lies al bezig met een onderwerp dat ging over België als democratische rechtsstaat. Dus een onderwerp hadden ze al. Ze hadden ook al onderzoek gedaan. Dat was dan wel een voordeel. Dus ze hadden al echt achtergrondkennis. Zet die in een korte opinietekst, maximum 1/3 pagina. We moesten dat beperken, ook voor die les zelf. Als dat teksten van een pagina zijn, dan is er geen tijd genoeg voor. Ja. Dus. Er zijn drie tafels, zoals je kan zien. Tafel 1, tafel 2 en tafel 3. Er zijn mensen die gaan zitten en er zijn mensen die gaan staan. Wat is het verschil? Ik ga het even uitleggen. Ik ga het uitleggen aan de hand van tafel 1. Het eerste blokje van de les nu bestond eruit dat de leerlingen eigenlijk in twee groepen verdeeld werden. Je had de groep van de redacteurs. Jullie gaan dadelijk een aantal van die teksten krijgen. En jullie zijn, zeg maar, de redactie van de krant die gaat beslissen welke tekst daarvan gepubliceerd gaat worden. Jullie gaan er een 7... Per 4 ongeveer kregen die een 7-8 teksten. En moesten zij die teksten lezen. En na het lezen moesten ze onderling discussiëren, praten over welke tekst zou jij publiceren. Ze hebben alle 7 lezen. Ah ja, want als je eentje niet gelezen hebt, dan weet je toch niet of die goed is of niet. Belangrijk daarbij was dat ze in een discussie daarover, dat ze echt letterlijk verwoorden waarom dat ze een bepaalde tekst wel of niet kozen. Dus dat ze ook echt de criteria benoemden. Spreek hardop uit waarom je een tekst goed vindt of niet goed vindt. Waarom die wel? Wat is er mis met die andere? Probeer dat allemaal te verwoorden. Waarom dat belangrijk was, is omdat de tweede groep leerlingen, dat waren de observanten, die stonden rond de tafel met de redacteurs. En die moesten luisteren naar wat er gezegd werd. Die mochten zelf niet tussenkomen, die moesten zwijgen, die moesten vooral goed luisteren. En zij moesten telkens wanneer ze een criterium hoorden, wanneer ze dus een reden hoorden om iets wel of niet te publiceren, moesten ze dat kort opschrijven. Maar dan leggen ze niet echt hun mening, hun argument waarom dan is van ah ja, ik heb geen tegenbewijs gevonden. Ja, voilà. Dat is niet de beste manier om iets te bewijzen. Ja. Ik was wel heel trots op mijn leerlingen, dat ze echt wel zagen bij een ander, hé, hey, maar dat mist hier wel. En dat ze dan met woorden komen die ik ook heel vaak gebruik. Het is niet concreet genoeg, het is te vaag. Argumentatie moet sterker. En dat zijn woorden waar dat ze zelf heel vaak over zeggen, ja, maar mevrouw, niet concreet genoeg. En wat moet ik nu doen? Hoe los ik dat nu op? Maar dat ze wel al kunnen zien ergens anders, ah, dit betekent dus niet concreet genoeg. En als ik dan zoiets hoor zeggen door een leerling, dan denk ik, yes, kom aan. Blijven gaan. Ja, want je hebt zo geen concreet voorbeeld van waar dat was. Maar je leest dan en je denkt, ah, wat wil dat nu zeggen? Er is niet zo van, en dat is van belang. Van. Ja. Dus je hebt het gevoel, het kan even goed geschrapt worden, want het voegt niks toe aan een tekst. Oeh, sorry. Maar mevrouw Verheijden gaat denk ik uitleggen wat we nu gaan doen. Ja, goed. Wat maken we nu? We herschikken groepjes. Wacht nog even voordat je verplaatst, want wat gaat je moeten doen? Daarna gaan leerlingen zetten ze in nieuwe groepjes, zodat ze informatie hebben van allerlei kanten, dingen dat ze nog niet hebben gehoord misschien. En komen ze tot de 10 criteria die maken of dan een tekst gepubliceerd kan worden of niet. Belangrijk wel is wat mevrouw Verheijden zegt, het is een top 10. Dus jullie gaan daar ook weer in discussie moeten gaan. Waarom die top, waarom zetten we dit hoger? Bij ons was dat belangrijker, bij ons vonden ze dat niet belangrijk.
enzovoort. Dus dat je eigenlijk door samen erover te praten, dat je tot een goede top komt. Alles om hokjes denken tegen te gaan en je blik weer wijd open op de wereld. Voilà, bij deze schone woorden, kies je tafel uit. Die wissel tussen fase 1 en fase 2 vind ik wel echt belangrijk. Jullie hebben daar nog 10 minuten voor. Dat moet dus het is ten eerste, ze vullen elkaar aan op dingen die sommige groepen vergeten zijn. En ze confronteren elkaars mening van, ja, wow, ik vind een titel wel belangrijk, maar ik vind dat nu eigenlijk niet belangrijk. Dan moeten ze wel argumenteren waarom het wel of niet belangrijk is. En gaan ze er weer dieper over nadenken en komen ze weer tot een sterkere eigenaarschap. Autoriteiten van mijn positief dan. De mening dat niet duidelijk was, dus zo heel vaak geschreven, zo het vragen. Gewoon echt dat teksten niet duidelijk waren, zo niet in logische volgorde stonden. En ook dat ze geen duidelijke antwoord geven op de onderzoek. Dus het allerbelangrijkste bij jullie is de antwoord op de onderzoeksvraag. Dus dat is gewoon eigenlijk wat je hebt gezegd in de video. Ja. Je gaat daar eigenlijk een conclusie van maken. Goed dat je er zo over nagedacht hebt. Oké, okay. Ja. Sorry. Je hebt overal redelijk duidelijk erbij geschreven van wat je bedoelt en niet langdradig bij titel. Wat je daar belangrijk vindt. Aantrekkelijk hoor. Aantrekkelijk. Voilà. Schrijf dat er nog even bij. Dat is voor ons gemakkelijker om te weten wat jullie daar exact mee bedoelen. Goed. Dames en heren. Jullie bezorgen ons dadelijk jullie top 10 of jullie top 7 of tot hoeveel dat we komen. Wij gaan dadelijk super hard werken in jullie ontspannende pauze. Dan tijdens de speeltijd even hectisch. We zitten even samen en we bekijken wat zijn nu de 6 criteria die het meeste voorkomen. Wacht, de dingen dat ik dan vaak hoor zijn argumentatie. Geen plagiaat, maar ik ga daarbij schrijven iets van argumentatie met experts en cijfers. Ik vind eigenlijk wel een... En bronnen vermelden, wat? Of plagiaat of bronvermelding, misschien moeten we dat samen pakken. En die zetten we samen, zodat leerlingen daar achteraf rubrieks over kunnen ontwerpen. Ja, voor Nederlands, ik zie structuur wel een paar keer terugkomen. Ja. Ik zie, ja, juist formeel taalgebruik, maar ook vooral begrijpelijk taalgebruik zie ik vaak terugkomen. Dus na de speeltijd kwamen ze opnieuw binnen. Hebben we de 6 criteria gepresenteerd die we van hen gebruikt hebben. Welke zijn dat precies? Dat zijn argumentatie, nuanceren, taalgebruik. En hebben ze gezegd van kijk, elk groepje neemt 1 criterium, dus de 6 groepjes, en gaat daarvan een rubric opstellen. Wanneer is nuanceren, wanneer is dat nu absoluut niet gelukt? Wanneer krijg je nu een 0 op 3 op nuanceren? Wanneer krijg je een 3 op 3 op nuanceren? Waar moet je allemaal aan voldoen? Rubrics of rubrieken zijn eigenlijk systemen die niet gewoon een punt geven, die ook niet gewoon zeggen het is onvoldoende of voldoende, maar die benoemen, die het leerlinggedrag benoemen van wanneer is dat nu onvoldoende? Wat is er precies fout gegaan en wanneer is het heel goed? Welk gedrag heb je dan precies gesteld? Welke criteria voldoet dat precies aan? Dat is soms ook niet makkelijk om die rubrics te maken. Ik steek daar soms veel tijd in. Maar bij moeilijke gevallen begin ik met de 0 en de 3 gewoon. Van echt 0, van dit is echt totaal niet oké. Okay. Dat is meestal heel duidelijk. En die 3, wanneer het perfect is, dat is meestal ook duidelijk. Die tussenstappen 1 en 2, dat is iets moeilijker. Maar begin dan met die 2 duidelijke en ga daarnaast nadenken. Ja, maar oké, wanneer is het dan net niet goed genoeg en wanneer is het wel goed, maar niet perfect. Ook de titel trekt de lezer aan. En ook de titel moet gaan over het onderwerp. Had ik verwacht dat ze een perfecte rubriek konden opstellen? Nee. Ik vind dat zelf al super moeilijk. Het is super boeiend om dat ook samen met collega's te doen. Dus dat was ook niet het grote doel dat de perfecte rubriek was. Maar wel dat zij inzagen dat op basis van criteria is. Dat ze daarover leren nadenken, dat ze dat leren zien in een tekst. En ik geloof wel dat dat geslaagd is. Nog niet dat ze daarom al allemaal een transfer kunnen maken naar A. En bij mijn tekst is dat nu zo. Maar ze hebben het bij een ander wel al allemaal gezien. En dat vind ik wel geslaagd. Groepjes die klaar zijn. Luister al even. Dames en heren, groepjes die klaar zijn. Je neemt je tablet en je neemt elk individueel een foto van je eigen rubriek. En van deze 4 groepen zijn al klaar. Dus deze 2 nog niet. Dus dan moet je nog even wachten om een foto met je tablet te nemen. Maar straks gaat je individueel die 6 rubrics nodig hebben. 30 seconden om je foto's te trekken. Neem foto's van de 6 rubrics. Of ze bekijken dat op wifi in het gedeeld document. En ze evalueren hun eigen tekst. Je krijgt allemaal uw eigen tekst terug deze keer. En wat is nu de bedoeling? Op basis van, je hebt de foto's genomen. Op basis van de rubrics ga je uw eigen tekst verbeteren. We hebben dat per 2 laten doen.
omdat ze dan ook bij elkaar nog tips konden vragen of van uw spelfouten heb ik er hier nog gemaakt, kan je dat eens nalezen. En dan zouden ze eigenlijk op die manier moeten komen tot voor hen zo perfect mogelijk of de best mogelijke opinietekst die zij zouden kunnen schrijven. Ik denk niet dat ik al ooit zo proces- en feedbackgericht gewerkt heb als dit. Dit ging echt ver daarin. Het is ook een les waar je niet de hele tijd zelf aan het woord bent. De leerlingen zijn aan het werken en je hebt zelf zoveel meer tijd om meer een coach te zijn dan een leerkracht. Meer in interactie te gaan, persoonlijker feedback geven. En dat vind ik wel heel, heel sterk aan deze les. Dus eigenlijk willen we eindigen met een beetje van jullie te horen. Allee, wat ik alleszins persoonlijk interessant vind, is in het algemeen feedback op deze les. Was dit nu een goede manier om een sterk opiniestuk te schrijven? En waarom natuurlijk? Of zeg je van, ja, eigenlijk was dat veel gedoe voor niks. Dat kan... voor mij als leerkracht een nieuwe werkvorm testen. Ik vind dat werkvorm ook pas geslaagd is als A, de leerling iets bijgeleerd heeft. Maar ook B, als de leerling het leuk vond. Want dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Want je leert volgens mij veel meer als je iets leuk vindt. Interactief. Te interactief, ja. Maar ik ben ook wel dus ik zit gewoon niet in de les en ik schrijf gewoon niet. Vind ik het zinvol om opnieuw die oefening te doen, dat leerlingen zelf tot rubrics komen? Ja, maar niet altijd. Vooral omwille van de tijdsinvestering. Ja, dat is altijd zo de stomme afweging. Ik haat dat als leerkrachten zeggen, het kan niet, want er is geen tijd. Maar soms is er geen tijd. Dus je zegt van, eigenlijk was het een beetje dom dat we eerst hebben moeten schrijven en pas dan die criteria opgesteld hebben. Nu hebben jullie het eigenlijk zelf moeten doen en er vooral heel hard over moeten nadenken. Terwijl, allez, laten we eerlijk zijn, als ik dat uitdeel of mevrouw Verheijden deelt dat uit, dan kijken jullie daar misschien eens snel naar en dan... En ik vind dat dan frustrerend, omdat je weet in de theorie of hoe dat leerlingen leren, dat proces en strategieën aanleren, dat is wat dat werkt. Dus ik zou dat één of twee keren op een jaar doen, maar niet voor elke taak.